Al het verkeer werd omgeleid via de tankstations aan de snelweg. Met vingerspitsengevoel en een kentekenscanner werd gekeken of er potentiële overtreders in de auto zaten. Waar woont u dan? In Gulpen. Wat voor adres? De actie zorgde in het begin voor veel oponthoud. Het afsluiten van de snelweg is dan ook uniek. We realiseren ons echt wel dat het een slagader is in de autoweg. De A2 is toch echt een hele belangrijke weg. We sluiten maar twee kanten af. Maar we doen het volledig met de Rijkswaterstaat, dus het gebeurt echt op de veilige manier. We hebben toch last van bepaalde vormen van criminaliteit, denk aan woninginbraken, auto-inbraken, drugs. En dat hebben we niet alleen maar last in onze eigen omgeving of hier in de regio, Eindhoven en Helmond en dergelijke, maar het gebeurt gewoon in heel Zuid-Nederland. En daar richten we ons op. Maar als je dan zo lang in de file hebt gestaan, verwacht je dat als je fout zit, je ook beboet wordt. Maar dat was niet altijd het geval. Ja, hij is niet vastgebonden. Dat is het enige probleem. Dus de rest is allemaal in orde. Dus u mag zo weer weg? Normaal gezien wel. Want het zou eigenlijk 240 euro kosten, maar hij zegt, als je het vast bent voordat je wegrijdt, dan kunnen we zo laten gaan. 5 mensen werden aangehouden tijdens de actie. Ook werden onder meer 11 auto's en 5 kilo hennep in beslag genomen.